Ik ben Annabel Vernooy. Normaal gesproken maak ik echt organische objecten, vloeiende lijnen, een beetje dierlijkachtige constructies. Ja, ik ben Thomas Klein-Horsman, ik ben kunstenaar uit Utrecht en ik ben voornamelijk bezig met abstract sculpturaal werk voor aan de muur meestal. En daarin ben ik vooral gericht op abstracte infrastructurele elementen die ik op straat zie en dan doorvertalen naar mijn eigen vormetaal. Daarin speel ik heel graag met subtiele overlappingen en knikjes en kleurgebruik. En daarin is juist de verhouding in mijn werk heel belangrijk. Ja, ik was helemaal enthousiast. Ik dacht, dit gaan we doen. Dus ik probeerde Thomas via een berichtje te porren. En daar was nog even een soort van rustige reactie op. Kijken we wel even. Toen kwam de deadline eraan en toen sprak ik hem in het atelier. We deden een atelier samen. En ik had het idee gepitcht van, oh, hoe vet is het als er een strakke constructie van jou is en dan het overgenomen wordt door de beestachtige vormen van mij. Ik meet eigenlijk dingen niet echt uit en ik vorm het heel erg met de hand. In ieder geval wel met een apparaat, maar dat is continu passen en meten om te kijken of het goed is. Thomas, nou, die, het is gewoon millimeterwerk. Dus daarin is het heel erg zoeken hoe gaat ons werk samenkomen. Dus dat was een leuke zoektocht. Ja. Het werk heet Overwoekerd en dat was eigenlijk Annabel's idee. En het idee daarachter is eigenlijk dat we abstracte vlakke spel van mij, weggenomen van de infrastructuur uit Utrecht, overwoekerd wordt door dus een levend organisme bijna als het ware. Van Annabel, dus de stalen organische vormen die eigenlijk door alle hoekjes en gaatjes door het werk heen komen. Net zoals je op een oude fietspaden en voetpaden ook soms takken door bepaalde hoekjes heen ziet komen. Ik ben echt heel enthousiast. En helemaal als de zon schijnt, dan gaat de schaduw hele leuke dingen doen. Ja, heel blij.